Dames en heren, welkom. Fijn dat je kijkt of fijn dat je luistert. Nou, 11 minuut 11. Een serie van jokers over de aanstaande vastelovend. Met vandaag als gasten Marco Bogers, directeur van VV Venlo. Welkom Marco. En natuurlijk de voorzitter van jokers, Roel Versleijen. Roel, welkom. Belangrijkste vraag, meteen ook die eerste vraag. Heet het door? In Friesland en Groningen zullen ze waarschijnlijk zeggen het giet on. En in Venlo zeggen we het gaat door. Het gaat dus door. Het vraag is natuurlijk alleen wie buurt de vastelovend gevierd dit jaar? Ja, dat is dit jaar natuurlijk best wel omringd met de nodige onzekerheden. Maar van een andere kant, vastelovend is niet weg te denken. De Venloneren laten zich daar vastelovend als belangrijk feest, als ankerpunt in het jaar ook zeker niet ontnemen. En ja, dat betekent dat we goed moeten nadenken over allerlei alternatieve scenario's. Ja. Nou, we zien een vastelovensvereniging en die huurt creatief te zien. En ik heb een groot vertrouwen in alle vrijwilligers binnen Jokers dat hij door geweldige scenario's uit de kast weet te trekken. Marco, je ziet geen vastelovensvereniging, maar je ziet een voetbalvereniging. Ja. Dat is ook een parallel te trekken. Je ziet ook iets wat de mensen hier naar uitkijken. En zeker in tijden van onzekerheid klampen mensen zich toch vast aan dingen als vastelovend, maar ook aan dingen als voetbal. Het gaat ook door, hè? Dat gaat zeker door. Vanaf het weekend van 12, 13 september gaan we weer voetballen. Gaan we weer starten met een nieuw voetbalseizoen in de Eredivisie. En we zien momenteel drukdoende met alle voorbereidingen erop en alle protocollen die erbij horen. Zeker met alle richtlijnen die zijn opgelegd. Maar het mooie is dat we in ieder geval met publiek kunnen gaan spelen. Ja. Met beperkt publiek weliswaar. Ja. Maar het leuke, en daar zei ze het al, het leuke is dat mensen zich vastklampen aan iets moois en iets belangrijks. En dat is zeker ook betaald voetbal. En gewoon lekker naar het stadion gaan, dat kind straks weer. Dus dat is mooi. We hebben geen overkoepelende organisatie, genaamd de KNVB. We moeten ons allemaal aan het RIVM houden, dat snappen we erin. KNVB geeft ook een protocol mee. Dat is bij vastelovend iets anders, hè? Dat zal vast een overkoepelende organisatie zijn. In die zin er hier een goede vereniging betaald, daar haalt je ook niet aan. Nou, daar haalden we ons niet aan, wil ik niet zeggen. Maar natuurlijk hebben we ook een vastelovensbond en die proberen ook afspraken te maken, zeg maar, over de verenigingen heer. Maar ja, kijk, als Jokers is ons veel gelegen aan het feit dat wij natuurlijk het belang van de volksgezondheid op een goede wijze borgen. En we zien al in een vroegtijdig stadium zien we gestart met de gesprekken met de gemeente onder andere. Maar ook met de stadsdeelverenigingen, met de wiekverenigingen. En vooral door met gezond boerenverstand goede dingen te doen zodat het feest, en met name de essentie van het feest, ook het komend jaar weer op een goede wijze gerak wordt in het Venlose. Want we hebben een naam hoog te halen. En ja, we hebben niet een KNVB die boven ons staat en die ons van alles en nog wat opleed. Maar we hebben natuurlijk ook de RIVM-richtlijnen waar we ons aan willen houden. En we hebben natuurlijk ook te maken met de horeca die allerlei beperkingen en regelgevingen heeft. En ja, dat biedt de nodige uitdagingen. Maar ik zeg het ook bewust zo, dat zijn uitdagingen. Zeker. Marco, het belangrijkste bij voetbal is natuurlijk de zes dat mensen willen dat bezien. Ja. Even heel kort door de bocht gezag. Passen er 8000 in en de koorie van Münster in laten. Weten we nog niet exact, maar met slim rekenen en een beetje slim handelen hopen we toch in ieder geval al seizoenkaarthouders toe te laten. Hè. Dus dat zijn er ongeveer een 3000, daar gaan we weer van uit. Dat worden er vorig jaar ook ongeveer 3000. En die willen we straks weer een mooie plek geven. Uiteraard ook gezinnen bij elkaar, jongeren tot 18 jaar bij elkaar. Dus we moeten gaan segmenteren. Iedereen moet ook zitten, dus zitplaatsen zijn vereist. Die hebben we weer niet allemaal in de pool. Hè. Dus dat betekent gewoon dat ja, we nogmaals slim moeten gaan inrichten, maar met het idee al onze vaste supporters die willen we toelaten en dat geldt zeker ook voor sponsors. Ja. Nu kunnen ze bij voetbal nog een beetje smoekelen van de wedstrijd stond eigenlijk op vrijdag, maar daar zetten we op zondag. Niet meer lastig om die $3 te zeggen, nou dat is dit joh, voor het eerst niet zondag, maandag en dinsdag, maar we doen het gewoon donderdag, vrijdag, zondag. Nee. We hebben natuurlijk in het verleden best wel een keer gehad met de vastelovend, dat de vastelovend zondag dan op toch niet door kon schoon en dan wordt hij verschoven naar half vaste. Dat soort varianten die hebben we in het verleden wel eens gehad. Maar het is wel heel nadrukkelijk aan die dag, gebonden aan de vastelovensdag. En ja, dat betekent dat ze het ook op dat soort momenten moesten het feest vieren. Ja. Maar het zijn ook van die momenten waar Venloneren naartoe leven. Ja. Dus dat staat waarschijnlijk al binnen een hulp mensen op de kalender, ergens of met een magneetje op aan de nieuwskast. Ja. Is dan de vleger is dan door bevestigd. En dan kieken mensen nog zoveel dagen en dan is het weer vastelovend. Dus dat heeft ook wel iets heel moois. Ja. Het gaat meer dan iedere dag. Het begint, 3 oktober zijn ze tegen? 3 oktober is onze eerste activiteit. Dat is Opus Jokers Leedjesavond. En ook dit jaar gaan we dit weer uitzenden. Samen met Jokers TV en met Umro Venlo. Daar zien we heel erg intensief met elkaar over in gesprek. En dat belooft weer een uitzonderlijk mooie uitzending te weren.
Ze hebben me stiekem toegefluisterd hoeveel inschrijvingen er dit jaar zien. En ja, volgens mij het komend jaar gaan we in Venlo weer geschiedenis schrijven met geweldige vastelovensmuziek. Ja. Dat begint dus 3 oktober, daarvoor ja. Natuurlijk een ganz stuk voorbereiding. Ja. Maar ik zeg, het begint 12, 13 september. Maar is het tijd genoeg om alles te regelen? Het werd kort dag, hè? Dus we hebben nog maar 2 maanden om alles te regelen. Dus maar we hebben werkgroepen geïnstalleerd binnen onze organisatie. We sluiten natuurlijk ook wel de veiligheidsketen gelijk aan. Hè? Dus dat ja. Iedereen gelijk erbij betrokken is, iedereen zijn zegje kan doen. Want dat is wel heel erg belangrijk. Het is ook het eerste grote evenement wat weer gaat plaatsvinden. Ja. Maar dan wel om de 2 weken. Dus als we het de eerste keer goed doen, dan moet het de volgende keer ook goed gaan. Dus nee, we bereiden ons daar zeker volop op vuur op dit moment. Met een hoop enthousiasme en positiviteit. Want ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. En heel veel mensen die snakken natuurlijk weer naar het voetbal zelf. Dat is ook het leuke. Maar het belangrijke is dat we ons wel aan de richtlijnen gaan houden. Ja. Want ja, we willen natuurlijk niet in het nieuws komen met allerlei vervelende situaties. En dat is het laatste wat we willen. Dus we nemen alles natuurlijk wel zeker in acht. Volgens mij is het ook zo, Marco, dat op het moment dat mensen slechtheid en de hestieën van onzekerheid, dan nemen activiteiten als voetbal, of als vastelovend, die nemen een belang juist toe voor de mensen. Ja, zeker. Beleef je dat ook zo bij VVV? Ja, nu zeker. Zeker toen er niet gevoetbald werd en midden in de coronacrisis wordt. En dan is je toch nog wat denken, wat kunnen we nu als betaald voetbalorganisatie betekenen voor de stad en voor de regio? Mm-hmm. En er zijn ook mensen die het gewoon heel zwaar hebben. Ja. Allerlei manieren en die hebben toch geprobeerd om daar iets in te betekenen met allerlei campagnes die we zijn gestart. We zijn natuurlijk ook naar het Vicarie gegaan. We zijn natuurlijk met ons voorvechterscampagne naar mensen gegaan die het moeilijk hebben. Mm-hmm. Prominente VVV'ers, dat is hartstikke leuk, die iets extra's voor de club willen betekenen. Dus allerlei krachten komen los en dat geeft ook maar weer aan wie VVV zeg maar in de samenleving steekt. En dat willen we vooral ook laten zien. Hè? Ja. Dus vooral laten zien dat we er ook voor de mensen zijn en dat pas ook denk ik, die het toegankelijke en het gasvrije wat VVV is. Ja, want daar zijn er een hele parallellen met bijvoorbeeld de vastelovend. Want juist in dit soort dingen, waarbij bedrijven, die hebben het heel veel onzekerheid. Mensen die weten niet precies wat ze aan toezien van allerlei activiteiten. Het zomerparkfeest, nummer of de venloop, dat kinderen en mensen nummer doorgaan. En dan zien ze dat juist in dit soort dingen symbolen en activiteiten, wie voetbal, wie vastelovend, nemen belang toe. Door de klampen mensen zich aan vast, kijken ze naar oer. Mensen willen toch een oerloodklep. Een bepaalde structuur hebben, maar vooral ergens naar oer kijken. Ja. En we zullen terecht zeggen, school, zomerparkfeest gaat niet door. Nou, een tal van andere festivals en hoe mensen hier naartoe gaan. Ja. En dan is het toch wel leuk om straks weer naar in ieder geval het vastelovend te vieren. Hè, dus maar ook naar het voetbal te gaan. Ja. En het leuke is dat we dat hier allemaal hebben. Ja. En dat zijn prachtige evenementen. En die moeten we koesteren. Precies. Oh, en van die dingen, en wat heel erg belangrijk is, zeker die vastelovend, daar is 11 voetballers. Maar hij is einde racebaan, door van einde hoogheid. Ja. Ik denk dat mensen voor het algemeen zullen zeggen, wij zouden hoogheid willen weren in deze team. Hij is tegen een andere theorie over. Daar heb ik absoluut een andere theorie over. Kijk, een hoogheid is normaal gesproken zeker hier in het Venlose. En de Venlose gemeenschap heeft al een hele belangrijke functie. Mensen klampen zich daar aan vast. Dat is een symbool van positiviteit, van levensvreugd en. Van Joeks en Jan. Maar juist in dit soort tien nemen het belang van dat soort functies alleen maar toe. Ja. Dus ik denk dat als we nou aan de gemiddelde Venloneer vroegen, wij waren er 8, 9, 7, 10 jaar geleden, wij waren er toen hoogheid, dan moeten mensen zich even op de bol kratsen en dan weten ze het misschien niet of wel. Maar de hoogheid van het komend jaar, die gaat geschiedenis schrijven. Ja. Want ik ben ervan overtuigd dat over 20 jaar weten wij nog weer de hoogheid was in 2021. De coronaprins, zeggen de mensen, zo wil ik hem zeker niet wegzetten. Maar ik denk dat een hele bijzondere vastelovend buurt, die misschien wel net even wat anders is dan anders. Maar dat holt ook misschien wel het beste in de Venloneer naar boven toe. Namelijk creativiteit. En de Venloneer die wil dat feest vieren. Daar ben ik van overtuigd. Marco, afsluitende vraag. We zien hier natuurlijk niet alleen over de dingen te praten die we allemaal al weten. Laten we ons nog even klein nieuwtje vertellen, langs de vraag. Zijn er nog spullers die eraan zitten te komen, die weggaan? Het is natuurlijk in een turbulente tijd. Veel dynamiek op dit moment, spelers die vertrekken, spelers die komen. Iedereen is nieuwsgierig naar transfers. We zijn volop bezig en morgen beginnen we met trainen. En laat ik het zo zeggen, dat we toch ook hopen dat er in ieder geval een speler gepresenteerd kan worden. Dat is toch altijd ook wel met ons een beetje pas, toch iets met nieuws te komen. En op de achtergrond is Stan Valkse, de heel drukdoende. Maar we krijgen straks weer echt een heel mooie helftal, daar ben ik vast van overtuigd. En het misschien wel een leuk nieuwtje is, maar dat is allemaal onder voorbehoud. Dat is ook wel leuk. Het eerste grote evenement is altijd de Herman Theo Memorial. Ja. Dat is zeg maar
zeg maar, of je de start van het nieuwe seizoen, de laatste wedstrijd van de voorbereiding, de belangrijke wedstrijd, die gaan we spelen tegen onze oosterburen van Borussia Mönchengladbach. Ja. Maar dat is een beetje onder voorbouw, maar de contracten moeten nog getekend worden, maar de toezegging is er. Goed zo. Dat gaan we niet veel vertellen. Nee, dat gaan we niet veel vertellen. Dat is Marcus in de woord van 11, die in de woord van 11, Briefgoed bestaan, door zien transfers. Nee, maar we hebben straks een fantastische hoerigheid, daar ben ik echt van overtuigd. En die weer gedragen gaat weer door de stad. En ja, als hoogburg van de Limburgse vastelovend, als stad van lol en plezier, we hebben een naam hooggehouden. En Jokus gaat al sinds 1842 te Venloneren vuur in het mooiste feest van het jaar. En zeker het komend jaar, dan zullen we door weer invulling aan geven, adelverpleeg. En nou, dat gaan we invullen. En we gaan die Venloneren niet teleurstellen. En samen met die Venloneren gaan we weer een prachtig feest wegzetten. Tot zover de eerste aflevering. Dankjewel Marco Bogers als directeur van VVV. Dankjewel Roel Versleijen natuurlijk als voorzitter. En vanaf de 11e van 11e natuurlijk de Roel voor als Juxiers. Fijn dat je gekeken hebt. Fijn dat je geluisterd hebt. Blijf ons volgen, want er volgen nog heel veel meer uitzendingen van 11 minuten en 11 seconden. Dankjewel.